is what you are. Water is what you'll be. It calls to me the mercy. Goeiedag, ik ben Pieter Janso. Ik ben Birsen. En wij zijn Hydrogen C. Wij zijn een duo uit Brussel, uit Jette. En wij maken electropopmuziek. Water is what you are. Water is what you'll be. It calls to me. The murky waters fill my lungs. Voor La Nuit doen wij iets speciaals, iets wat we nog nooit hebben gedaan. We gaan namelijk strijkers bij onze live opstelling bijvoegen. Dit is de eerste keer en dit is speciaal voor La Nuit. Wij maken muziek. Ik speel allemaal piano's. En Bitsen zingt. Ik zing. Ja, zingen. En we hebben ook nog een drummer met een drumstel. En wij maken muziek waar je het best bij kan wegdromen. We maken ook elektronische muziek, dus die komt ook een beetje uit de computer, maar we hebben ook akoestische instrumenten. En we maken graag een combinatie van de twee. Ik heb heel goede herinneringen aan het concert van James Blake. Ik weet niet, man, ik denk in 2013 of 2012. Het probleem voor mij is een beetje dat ik nooit iets kan zien als het in de orangerie is. Ik zit elk concert altijd neer op de grond, helemaal van achter. Maar zelfs bij James Blake was dat een fantastische ervaring. Mijn toffe ervaring in de botaniek was vooral PJ zien spelen. Ik denk dat dat mijn eerste concert was in de botaniek. Was effectief een concert dat hij mee meespeelde. Mijn grootste inspiratiebron is vooral de kosmos, het universum en de wereld eigenlijk, de dingen die gebeuren in de wereld en het universum. Geordende chaos. We hebben het eigenlijk al gecoverd onlangs en dat was heel plezant. We hebben I'll Be Your Mirror van The Velvet Underground en Nico gecoverd en dat was heel fijn. Ja, misschien moeten we die in de set steken voor La Nuit. Ja. PJ kan goed foto's trekken. Dank u. Nee. Jawel, een pintje drinken? Nee. Ik drink graag een pintje voor het optreden. Wel dat ik er naar uitkijk. Naar La Nuit. Ik ook. Mm-hmm. Het is echt waar. Oké.